Wat zijn voor jou de belangrijkste voordelen van het leven na de maagverkleining? De belangrijkste voordelen voor mij zijn de vrijheden die ik heb gekregen ten opzichte van mijn leven voor de maagverkleining. En dan is het met name de vrijheid van beweging. Ik zet mijn 10.000 stappen per dag, maar ook de vrijheid van mijn eetbuien. En dat is eigenlijk wel de grootste vrijheid die ik heb herwonnen. Minder zwaar zijn. Ik had vooraf bedacht dat het leven makkelijker zou zijn als je minder zwaar bent. En dat blijkt ook zo te zijn. Zoiets als een stukje wandelen. Wat ik vroeger altijd heel naar en vervelend vond, omdat alles zeer ging doen. Ik vind het nu gewoon naar en vervelend, omdat ik het saai vind. Maar ik kan het wel. Ja. Het is echt makkelijker. Kleding kopen is makkelijker, maar ook je voortbewegen in het leven is makkelijker. Je past tussen deuropeningen, je kan een keertje achter een stoel langs bij iemand. Dat vind ik echt wel voordelen. Nog los van alle medische voordelen van langer leven en gezond en hart- en vaatziekten en bla bla bla. Dat hele medische stuk is, weet je, de jaren gaan er aan het einde pas af. Hè? Dus daar merk je in je leven niet zoveel van. Je gaat gewoon eerder dood. Maar gewoon nu praktisch elke dag. De dingen inderdaad, wat ik zeg, achter een collega langslopen in een volle zaal en zo. Dat je dan niet alles moet pletten en dan dingen omgooien met je kont en zo. Dat is heel fijn dat het niet meer is. Of minder. Ja, de belangrijkste voordelen voor mij zijn dat ik weer lekker kan sporten, lekker bezig en kan bewegen. En gewoon heel gekscherend gezegd, weer naar de HEMA een broek kunnen kopen. Dat vind ik echt wel een voordeel. Belangrijkste voordelen zijn voor mij gezond. Ik ben gezonder. Ik ben positiever. Ik zit lekkerder in mijn vel. Ik voel me beter. Ik had enorm hoog bloeddruk met medicijnen. Die ze niet meer naar beneden kregen, dus ik moest elke keer medicijnen erbij. En ja, daar ben ik vanaf. Ik heb een goede bloeddruk. Ik had last van mijn gewrichten. Dat is wel een beetje slijtage, maar ik kan gewoon wandelen. Ik kan sporten. Ja, ik leef gewoon veel gezonder en daarvoor heb ik het eigenlijk ook gedaan. Dus dat zijn, ja, veel happy. Ik voel me gewoon veel beter dan daarvoor. Het belangrijkste voordeel bij mij is dat ik heb veel meer uithoudingsvermogen. Ik heb niet meer het idee dat na 5 minuten lopen ik aan een zuurstoftank hoef. En kleding zit lekkerder. Ik ben minder snel ziek. En ja, dat.